Hoi. Ja, ik vond dat ik toch iets moest delen, als het ware, over de hele corona gebeuren. En het heeft voor mij een tijdje geduurd. Zelfs zat ik ook een beetje zo van, ja, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er in mij? Maar in deze video wil ik drie belangrijke aspecten delen met jou, die op dit moment van mij, volgens mij, heel erg van belang zijn. Kijk, het moment dat de corona-uitbraak de hele wereld overging, was er eigenlijk bijna meteen een hele andere wereld. Een wereld die we niet kennen, waar situaties zijn die we nog nooit meegemaakt hebben, waar beslissingen worden genomen die we nog nooit hebben gehoord. Ja, en dan kom je eigenlijk in een ruimte waar je heel onbekend bent, waar eigenlijk als het ware geen vloer is en geen plafond, waar je niet weet wat links, rechts, boven of onder is. En dat is eng en dat is spannend. En tegelijkertijd gaat het leven gewoon door. Dus dat is ook interessant. Dus het is er allebei. Nou, dit noemen ze ook wel liminal space. De ruimte eigenlijk waar, een soort overgangsruimte. Een ruimte tussen het een en het ander. En zo'n ruimte, zo'n zeg maar metaforische plek waar je dan bent, die vraagt om drie aspecten, drie belangrijke zaken. En het eerste is dat je eigenlijk alles loslaat wat je kent, wat je wil, wat je hebt bedacht, de plannen. Ook eigenlijk alle overtuigingen over hoe de wereld wel of niet in elkaar zit. Over hoe jij in elkaar zit, wat jij nodig hebt, niet nodig hebt. Ook je angsten, je verlangens. Dus het gaat eigenlijk over, kan je helemaal zijn in dat moment? Kan je zijn in die ruimte, in die tussenruimte waar we eigenlijk niet weten waar we naartoe gaan. Dus het gaat echt over loslaten. Nou, er zijn allerlei verschillende manieren voor en ik hoop dat je daar je eigen manieren voor hebt om dat te doen. En het tweede aspect is, lukt dat dus niet? Want dat kan ook, hè, dat je zegt, ik blijf malen of ik voel die angst of ik word helemaal panisch of... Of ik word eigenlijk een soort apathisch, kan ook nog, hè, dat je soort helemaal tot niks meer komt. Dan is het goed om daar naar te kijken, dus ga ook naar binnen toe. Ja, je moet sowieso, is het goed om binnen te blijven, behalve als je in je eentje buiten wandelt. Maar het is ook goed om naar binnen in jezelf te gaan kijken. Van wat wordt hier nou geraakt? Welke aspecten van mezelf komen nu in het licht? Welke schaduw misschien wel van mezelf? Welke overlevingsmechanismen? Want er wordt echt aan de fundering van je bestaan wordt er getornd. Ja, en dan reageert ieder mens eigenlijk anders. Dus ga naar binnen en onderzoek bij jezelf van wat wordt er in mij nou geraakt en waarom ben ik zo bang? Gaat het over geld? Gaat het over dood? Gaat het over vrijheid? Er zijn allerlei aspecten die jou kunnen raken. Ja, en dan het derde aspect. Als je dus losgelaten hebt wat er los te laten is, je hebt naar binnengekeken en onderzocht wat daar zich allemaal afspeelt. Dan is het zaak om contact te maken met je zuivere intuïtie. Dat de innerlijke weten, wat eigenlijk verbonden is met een soort universeel weten. Wat verbonden is met een veld van onbegrensde mogelijkheden. Nou, en als je daar contact mee hebt met die zuivere intuïtie, dan kan je dus ook bepalen welke stappen je te nemen hebt. Of wat er wel of niet te doen staat. Dus in plaats van acties te nemen op basis van paniek of vanuit van oh, ik heb zin in dit of ik wil niet dat dat gebeurt, ga je acties nemen vanuit die stilte en die zuivere intuïtie. En dan, dat kan spannend zijn, want die stappen, je weet niet waar het uiteindelijk naartoe gaat leiden. Maar dan neem je stappen die dus verbonden zijn met dat grotere geheel en verbonden zijn ook met wat ik dan noemde emerging future. Dus de toekomst die op je afkomt, wat je er ook aan doet, want daar zitten we nu middenin. Dus stap 1 is, laat los, kom in die stilte en laat eigenlijk alles wat je bekend is los. Stap 2 is, ga bij jezelf te raden, kijk naar binnen wat er daar echt aan de hand is, wat kom je tegen. En stap 3 is, ga dan naar je intuïtie, je zuivere intuïtie en neem die stappen die vanuit daar ontstaan, die stappen eigenlijk. Nou, mocht je vragen hebben, dan kun je me een mailtje sturen of reageren.